meidagen van 1940 vonden rond de Barendrechtse brug hevige gevechten plaats. Beide gevechten tussen de Nederlanders en de Duitsers sneuvelden 10 Nederlandse militairen. Een van de militairen die bij de Barendrechtse brug sneuvelde was sergeant-majoor Becht. Zijn dochter was 18 jaar toen zij haar vader verloor in die oorlogsdagen van mei 1940. Zij vertelt over haar vader en haalt enkele herinneringen op. Wij hebben u gevraagd of u uw verhaal wilt vertellen over uw vader. Uw vader is in de dag van 12 mei gesneuveld bij de Barendrechtse brug. Ja. In gevechten met de Duitsers. Ja. U was toen nog jong. Ja, 18. Besefte je toen wat er ging gebeuren? Want je was 18 jaar. Ja, dat de oorlog kon naderen. Dat de oorlog kon er komen. Want het was al mobilisatie natuurlijk, hè, van tevoren. Ja. En toen hoorde ik om 5 uur een soldaat op het raam kloppen. En toen deed ik open, wil je je vader wekken? Nou, toen zijn ze weggegaan. Er waren al soldaten in de wagen opgehaald. En toen kwam een paar dagen later, kwam er een dominee bij jullie aan de deur? Ja, ja. Ja. En welke dominee was dat? Dominee de Jong, weet ik nog. Uit Bergen op Zoom? Ja, uit Bergen op Zoom. En wat kwam die vertellen? Nou, dat vader gesneuveld was. Oké, maar hoe reageerde je moeder? Want je hebt ook nog een zuster. Ja, mijn moeder was verdrietig, dat weet ik wel. Van mijn zuster weet ik het niet. Of die thuis was? Nee, die was niet. Die was geloof ik niet thuis. Dat weet ik niet. Dan krijg je dus te horen dat je vader gesneuveld is in de oorlog. Ja. Neergeschoten door de Duitsers. Ja. Weet je ook waar dat gebeurde? Bij de Dijkse brug, hè? Ja, de Barendrechtse brug. Bij Rotterdam. Ja. Ja. Ja, vandaar. Toen die oorlog verder ging, toen is het zelfs zo ver gekomen dat je niet meer in Nederland kon blijven. Ik had een broer van mijn vader. Die dacht anders. Die was met de Duitsers eens. En zo heeft hij mij naar Duitsland gestuurd. Die oom die zorgde ervoor, die kende weer een militair en die had een dochter. En die dochter die kende ik toevallig. En zo hebben ze me meegelokt eigenlijk naar Limburg toen en van Limburg naar Duitsland. Ik zou niet geweten hebben dat ik dat had moeten vertellen, maar het gaat heel je leven verder mee. Toen moet je werken in Duitsland, hè? Ja. Eerst bij een doktersgezin. Ja. En na de hand in de militie. Ja, eerst bij vrouw dokter, ja. En daarna in de munitiefabriek? Ja, haar man was ook in het leger, ja. En daarna in de munitiefabriek, klopt dat? Ja. Dus je werd uit het gezin eigenlijk ook nog gerukt door de oorlog? Ja, ja, en dat draag je heel je leven mee. Gelukkig niet elke dag, maar wel heel veel. Als we nou straks naar het graf van je vader toe gaan, ja. Wat doet het je dan? Alleen maar goed. Al leeft mijn vader niet echt meer, maar als ik aan mijn vader denk, dan dat geeft me rust. Oorlog hoort niet in het echte leven.